Good morning YouTube, het is je favoriete Pompert back met een nieuwe video. Pompert, Spike Live Vlogs. Hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoor ze dat? Nou, jullie zien het, ik ben net wakker. Deze liggen allebei nog voor Pampers. Kijk, dat is 1. En dat is 2. Vandaag een drukke dag. Ik ga nu snel douchen, die honden uitlaten. Moet ik even naar mijn huis de papieren zoeken. Ik wil die Ford Escort vandaag gaan verkopen. Ik heb een afspraak om 11 uur bij wijkopenautos.nl. Even kijken wat hun bieden voor die wagen. Ik moet nog even snel de teringzooi eruit gooien. Daarna moet ik waarschijnlijk een vriend van me helpen, die is net teruggekomen uit Thailand, even zijn motor ophalen en in orde maken dat hij weer kan rijden. En dan wil ik eigenlijk vanmiddag nog eventjes met flip mode gaan rijden, misschien even naar de stuntsport even oefenen. Ik wil even oefenen met driften vanaf nul, dus gewoon vier vanaf nul, vanaf stilstand. Dus dat, ik ga snel douchen, ik zit nog eventjes aan de bakje koffie en dan gaan we snel naar huis papieren zoeken. Kom op, Stinky. Luna, braaf, hè? Oké, Poppert. We zijn bij wijkopenautos.nl. We hebben net even een rondje gereden. Escort staat binnen. Hij heeft wat foto's gemaakt en wat dingetjes. En hij heeft hem op internet gezet en ik krijg zo meteen een bod. Al deze auto's gaan naar een veiling of zo. En dan kunnen bedrijven en opkopers die kunnen erop bieden. Er staat ook een fucking dikke. Precies dezelfde bus als mij in het wit. Mijn stoel nog helemaal vers en alles. Dus ik zei al tegen Flip, ik zeg eigenlijk, dit is een prima busweek als je die kan snoepen voor onder de twee ruggen. Maar goed, even afwachten, we horen het zo meteen. Kijk even jongens, daar gaat ze. Met nog extra stickers voor de tuning, 101 motoren, 6B Fever, Kickstart, Gymkhana, Moto 73. En ze krijgen deze nog erbij van me, want zo ben ik. Blikkie Rockstar, hè? Tuning. Nou, dit geloof je gewoon niet. Die man biedt me gewoon 100 euro voor die auto. Terwijl hij rijdt en schakelt en alles is gewoon prima. Dus daar ga ik sowieso niet mee akkoord. Nou, Flip rijdt voor me. We rijden even naar een autosloperij in Zwanenburg toe. En bij de Heining gaan we even checken wat hun bieden. Want ja, als je hem uit elkaar... Eigenlijk vind ik het zonde om hem uit elkaar te trekken. Want het rijdt en het schakelt en alles gewoon prima. Je kan er makkelijk nog een paar jaar mee door. Maar als je hem uit elkaar trekt en je verkoopt hem in onderdelen, haal je sowieso makkelijk meer dan mij eruit. Maar goed, we gaan even kijken bij die sloop wat ze bieden. En dan zijn we zo terug. Maar een meiertje ervoor, nee, maar vind ik echt te weinig. Ik wil wel minimaal 150 euro hebben, zeker. Maar goed, even afwachten, even verder proberen. Alright, Pompert, change of plans. We waren bijna bij de sloop. Ik dacht, ik gooi nog eventjes één keer een fotootje of een paar fotootjes in de WhatsApp groep. In de Bike Life 020 WhatsApp groep voor alle motorrijders. En Ramiro, a.k.a. It's your boy Fayamiro. Check hem ook op YouTube, @Fayamiro. Die appte me gelijk en zegt, yo, is die auto voor jou? Ik zeg, ja, hij rijdt er zelf in. Ik zeg, ja. Hij zegt, weet je wat, voor de 150 euro wil ik hem wel hebben en dan geef ik hem aan mijn zusje. Fucking respect, net als hoe ik mijn auto aan mijn oma heb gegeven. Vind ik gewoon echt tof, weet je. Ik gun het hem liever dan iemand anders die ik niet ken. Plus, hij gaat het aan zijn zusje geven. Extra respect, zijn zusje heeft geen auto nu. En dan krijgt ze deze van hem, ja. Dan ben je gewoon fucking blij met die auto. Want hij rijdt en hem schakelt gewoon prima. Het is station, je kan je spullen achterin kwijt. Dus echt respect dat je maar je zusje geeft, bro. Echt tof. Hij is nu nog eventjes in Utrecht. Over drie kwartier is hij in Zuidoost. Dus Flip en ik gaan even naar Dilek Chicken. Even lekker broodje eten bij Dilek. En dan als wij ons broodje hebben gegeten, dan rijden we richting Zuidoost. Ga ik met Ramiro eventjes die auto overschrijven. En dan heb hij een leuke cadeautje voor zijn zusje. En helemaal als eerste auto is dit gewoon top. Als ik die auto heb, al wat plekjes rondom, een scheurtje in de bumper. Dus als eerste auto is dat gewoon top. Het maakt niet uit of je een keertje tegen een paaltje aan zit of wat dan ook. Want het is een oude auto en het heeft toch al plekjes rondom. Hij is goedkoop in de wegenbelasting, goedkoop in de verzekering. Perfecte eerste auto, denk ik. Dus hij blij, zijn zusje blij. En ik blij, want die auto blijft gewoon rijden. Ik vind het gewoon zonde om hem te laten slopen, want het rijdt gewoon heerlijk. Zei ik net tegen Flip ook, je hebt zelf ook maanden erin gereden. Het is een heerlijke auto. Dus ja, iedereen happy, alle partijen happy.
Nu nog een broodje Dilek Chicken en dan ben ik helemaal chockgezellig, happy en vol gegeten. Lekker man. We zijn er weer hoor. Dilek, die lekker man, die echt lekker. Ja, heerlijk gegeten, Dilek echt. Oh, wat blijven die broodjes lekker. We zijn vanaf Dilek de A5 opgedoken, nu op de A9. En dan pompen we zo door naar Zuidoost Kraaiennest. Green Gang, je weet het. En dan gaan we even die ding overschrijven met Ramiro. It's your boy Ramiro, a.k.a. Fayamiro. Flipmode ook lekker gegeten. Kijk hem gaan, jongen, in die bus, jongen. Wat een pompert, jongen. Wat een pompert. Ja, ja, zit ik dan achter in de escort. Met je boy Fayamiro. Fayamiro. En zijn zusje op de eerste rit. En het gaat helemaal goed, hoor. Ja, hoor. Echt niks op aan te merken. Toppertje. Lijkt wel of ze me gelijk door gewoon die auto. Dus nogmaals, ik ben echt helemaal blij dat die auto weer een goed huisje hebt. Dat hij gewoon lekker door blijft rijden. En ja, helemaal top. Ik ben helemaal happy. Ik ook. Mooi, goed zo. In mijn hoofd dansen. Nee, zolang je maar niet gaat dansen met het stuur, dan komt het helemaal goed. Nee, ik wou dat ik zo'n broer had toen ik 18 was. Die zei, hier heb je een autootje. Zo. Als je zag me aankomen rijden, je dacht je mocht op date met me. Ik ga stuk. Ja, ja. Nee, gaat echt top. Oké, pompert, we hebben even bus geruild. Flip was even met me meegegaan. Even richting Faya, omdat ik die auto daarachter ging laten. Dus we komen net uit Flip's bus. We zitten nu in mijn bus. We gaan nu Koen ophalen. Dat is een vriend van mijn vader en een vriend van mij. We noemen hem Koen Kapkoen. Of Kapkoen Kap. Want Koen woont deels van het jaar met zijn gezin in Thailand. Zijn vrouw is Thais en zijn kinderen zijn half Thais. Dus we gaan even Kapkoen Kap gaan we ophalen. Dan gaan we zijn motor eventjes checken hoe we die in de praat krijgen. En eventueel gooien we hem in de bus, rijden we langs een accuzaak, halen we een nieuw accuutje en dan kan hij weer pompings die ouwe. Wat een pompert jongen, wat een pompert. Kijk eens even, 13 maanden stilgestaan. Nieuw accuutje, starten lopen. Dan nog even verse benzine erin, even afspuiten. Maar top hoor. 13 maanden stilgestaan, alleen een nieuw accuutje, starten lopen. Flip, YouTube vraagt of je ook eens een keer in beeld kan komen zonder joint. Dat vroeg ik serieus, nee. Kan niet, gaat niet, gaat het niet worden. Nee, dat lukt niet. Nou, jullie hebben het gezien, Koen rijdt weer. Hij is gelijk even naar de BP gegaan, verse benzine erin gooien. Even zijn bandenspanning checken. Was toch weer een productief dagje. We gaan nog even langs Biker Outfit, even gezellig een bakje koffie doen daar ook. Even kijken hoe het ervoor staat, even in de zon zitten voor de deur. Hopelijk is er geen wind, want die wind vandaag is fucking koud. Ik bedoel, kijk eventjes. Het is super lekker weer, blauwe lucht, de zon schijnt. Maar het is zo koud, het is niet normaal. Komt er nou politie achter ons? Nee, het is gewoon een witte auto. Ik dacht ook gewoon net dat ik hier zat dat het gewoon echo was. Hè? Ja, nee, het is gewoon koud. Het is gewoon echt die wind. Het is helemaal lijf. We wouden eigenlijk nog eventjes gaan rijden, maar het is gewoon te koud. We hebben gewoon allebei zoiets van, no man, we wachten wel even een paar dagen. Het gaat ook waarschijnlijk einde van de week weer sneeuwen. The fuck is dat dan? Maar goed, we gaan dus eventjes langs Biker Outfit, even een bakje koffie drinken. Even kijken, misschien hebben ze nieuwe dingen. Ik zie altijd wel wat leuks daar. Misschien even de snuffelhoek induiken. Ja. Even checken bij de snuffelhoek, vinden we altijd wat chill. Bakje koffie drinken. En dan gaan we denk ik lekker richting huis. Dan moet ik die hondjes weer uitlaten. Het is nu 4:30. Ik doe ze meestal rond 5:00 of zo. Dus ja, dus dat. Pompings, Biker Outfit. We zijn er bijna jongen. We hebben de bocht door, rondonder rechts, links. Appa. Nou, we zijn weer bij Biker Outfit. Net even lekker bakje koffie gedronken. Beetje stof op mijn lens. Maar we zagen net dit pak hangen. Maar kijk naar die onderkant bij die knieën. Dit vinden we toch tof, jongen. En draai me eens om, laat die achterkant eens zien. Hohoho. Wow. Dan zit ik toch wat te twijfelen om toch maar een heel pak te gaan halen in plaats van die broek, man. Echt een mooi pakje, hoor. Ze hebben ook van deze jassen, die we ook echt super dik vinden. Hebben ze ook een heel pak. En als je goed kijkt... Die stof is een soort van honingraadstructuur. Echt heel dope hoor. Dat is ook wel dik, gewoon helemaal zwart. Ja, is ook wel heel mooi. Wacht even, ik moet even iets verder weg staan. Ja, maar ik weet niet, ik vind die streepjes wat ze op bij die knieën hebben, vind ik wel heel tof hoor. Kijk die mouwen, joh. Dit is anders.
zit helemaal vol met die honing. Oh grap, check deze trouwens. Deze is dope. Helemaal zwart. Oh, deze zit helemaal vol met die honingraad, ja. Wauw. Is wel echt een toffe pak, hoor. Ja, maar ik weet niet, die streepjes vind ik wel wat hebben, man. Het lijkt wel gewoon slangenleer. Ja, lijkt alsof je een slangenleer pak hebt. Heel mooi. Maar hoe vind je deze jas dan, grap? Hier, die hier hangt. Helemaal leer, all black. Huh? Ja, ik vind de leren jas gewoon echt kut, omdat je altijd koud. En we zagen deze hangen, deze is ook heel mooi. Dit is een Revit Air jasje. Dus die voorkant is zeg maar van gaas. Pak hem eens op, moet even van het licht wegdraaien, anders zie je hem niet goed. Chill, deze heeft wat hogere kracht. Kijk, zo zie je hem wat beter. Leer op de mouwen, leer hier zo bij die zakken, leer onderaan. Maar toch het midden is doorwaaien dingen. Ja, heel nice. Mijn batterij is bijna leeg, 5% zegt hij. Ja, mooi jasje. En we zagen daar verderop nog een heel mooi jasje hangen. Dat zal ik ook even laten zien aan jullie. Die was ook wel heel tof, hoor. Even kijken, deze. Ook zomaar stof aan de voorkant en dan leer op de mouwen. Hier ook leer. Van onder, van de achterkant leer. Capuchonnetje erop. Mooi jackie. Even een snuffelhoekje in. Ja, man. Even snuffelen. Oké, we zijn in de snuffelhoek. En Celine vertelt me net dat ze alles heeft omgegooid. Zomer naar voren, winter naar achteren. En check hier. Een heel rek met allemaal icon jassen in de snuffelhoek. Dus dat betekent in de korting. En hier, dit zijn samples. Ook van Icon, dus die zijn de helft van de verkoopprijs, als ik het goed zeg, van de normale verkoopprijs. Dus als je deze video online komt, dan kun je nog even komen kijken. Maar wij gaan eerst even snuffelen, wij hebben eerst de keuze. Nou, we gingen naar biker outfit, komen we Kapkoen Kap weer tegen, de oude pompert. Kai, you see this? Your father's driving the bike again. Look at this old racer. Oh, oh, oh. But he's still faster than you, Kai, if you're watching from Thailand. Woo! Your dad's a pimp out here on the R1. Kikt hem gewoon dan. Hij wil echt een blitse helm, hoor. Limited edition. Wij gaan weer lekker naar huis. We hebben even een bakje koffie gedronken bij biker outfit. Even een beetje gekeken, want ik moet echt een nieuwe leren broek. Want die van mij pas ik niet meer. Ik moet nieuwe handschoenen, want die van mij zitten niet lekker. Die heb ik gezien. Mooie schuifslot met alarm. Ik heb nu een normale, ik wil eentje met alarm. Dus gaat me weer genoeg geld kosten. Dan ga ik lekker naar huis die hondjes uitlaten. Mijn schoonmoeder is er ook. En deze dikke Trans Am trouwens ook hier. Dan gaat die kutscooter er weer voor staan. Heel dik ding, hoor. Heel pimping. Ja man, tof. Tof. Oké, okay, Kapkoen Kap gaat weer naar het centrum. Of hij gaat richting Almere. Wij gaan lekker naar huis. Vergeet niet even te liken. Laat een reactie achter. Ik rijd met mijn telefoon in mijn handen over het kruispunt. Als politie me ziet, ben ik zwaar de lul. Maar goed, vergeet niet even te liken. Laat een reactie achter. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Nog een Harley pomper, Tiro. Dikke Harley. En dan zien we jullie next time. Later. Later.